Hallo, welkom allemaal bij een nieuwe episode van Epic God Platoon. En we zitten in een bijna volledig God Platoon. Ik speel in de Mouse, K-Pro speelt in de Patton. En Best of Best, die natuurlijk niet in God zit, die speelt in de Strif 103B. Allemaal tier 10 tanks dus. En we spelen hier op Windstorm. 1 arty per team. Nou, Windstorm, ja, redelijke map voor de Mouse. Maar er zijn natuurlijk maar weinig plekken waar je echt naartoe kan. Voornamelijk de stad. Is ja, je beste plek, omdat je daar ook arty safe staat. Ja, ik speelde de Mouse de laatste tijd vrij veel. Vanwege het proberen van Heavy Tank Missie 12, de blokmissie. Erg lastige missie, zeker in de Mouse, want dan moet je dus 9600 damage blokken. Na de buff van de Mouse is dat dus nog moeilijker geworden. Het is me uiteindelijk gelukt, niet in deze match. Maar ja, dit was wel een van de betere matches, in ieder geval voor mij persoonlijk, in de Mouse. Maar dit is natuurlijk een Epic God Platoon. Dus het gaat zeker niet alleen maar om mij. Het gaat om ons platoon als geheel. Ja, en hier zien we hoe goed de Mouse is qua armor. Onder deze angle kan de tegenstander mij niet pennen. En ik kan natuurlijk all day lang de IS-3 pennen. Daar heb ik zelfs niet eens APCR voor nodig. En die IS-3 die blijft ook lekker voor mijn neus staan. Dus die mag ik met 3 schoten al bijna killen. En ondertussen heb ik alweer 1700 damage geblokt. En hier is dan mijn eerste damage die ik ontvang. En dat is een heat shell van de IS-4. Ja, die IS-4 die komt aardig doorrijden. En ook de 110 die weet mij zelfs te damagen. En hier weet ik net op tijd te angelen. En dan zien we dat ja, als je goed angelt, dan kan je nog steeds wel schoten bouncen. En ik laat hier inmiddels zelf APCR. Want ja, een IS-4 frontaal met AP, dat wordt wel erg lastig. En de IS-4 heeft het al blijkbaar opgegeven. Want die is ook al AP aan het laden. Of al, die is AP aan het laden nu. En ja, met AP komt hij echt niet doorheen. Dat kan hij vergeten. Hoewel in de lower blade, als hij hem in de lower blade zou schieten, zou het zeker kunnen. Maar ik blijf lekker APCR doorschieten. Want ja, IS-4 pennen is natuurlijk lastig. Inmiddels ja, is die IS-4 die outflankt me. En dat is natuurlijk iets waar je in de Mouse niet zoveel aan kan doen. En ja, ik vraag dan ook hulp aan K-Pro nu, want ja, het lijkt voornamelijk nog een potje over mij, maar het is natuurlijk nogmaals een Epic God Platoon. En K-Pro, ik zeg tegen K-Pro, ja, focus je maar op die IS-4, die 110, die kan ik wel hebben. Je moet die IS-4 uit mijn rug halen, want die loopt mijn hitpoints te slopen. Die 110 is het probleem niet. Nou, en K-Pro doet dat keurig. IS-4 dood en ondertussen kill ik de 110. En ja, hebben we samen nu allebei een kill. En Best, ja, die heeft nog geen kill. Sowieso hebben we dus nog erg weinig kills als platoon. Maar daar gaat zeker verandering in komen. Ja, en Best houdt een beetje het midden in de gaten. Met dit gebied. En ja, had daar op zich een hele nuttige rol. Niet zozeer in het hebben van heel veel damage. Maar vooral in het afhouden van de tegenpartij. Want ja, ondertussen staan we wel gewoon achter. En hebben we een terugkomst nodig. Het staat nu 5-7. En ja, is het dus zaak om zo snel mogelijk de kills te maken. Nou, K-Pro is alvast begonnen. Zojuist 5100 gekild. En nu 50B. En ik ben hier al bezig met de T-34. Maar ja, zodra hij zijn W-knop indrukt, is het voor de Mouse natuurlijk alweer moeilijk om die in te halen. En ja, ik moet de achtervolging staken. En dat overlaat aan K-Pro, want K-Pro zit dus in de M48 Patton. En dat is dan natuurlijk geen probleem voor een medium tank. En inmiddels staat het 7-9, dus we staan nog steeds achter. Maar we zijn wel aan het terugkomen. En ja, inmiddels zegt Best over Teamspeak, ja jongens, ik heb nu ook wel wat hulp nodig. Want die heeft eigenlijk de rest van het enemy team nog tegenover zich. Terwijl K-Pro ondertussen alweer zijn vijfde kill oppakt, T-49. En Best zojuist ook zijn eerste kill maakt, in CDC. Kom ik hier precies op tijd om die T-29 in de zijkant te schieten.
En beste, die kan hem afmaken. Maar die verliest wel al zijn hitpoints. Inmiddels. Ondertussen heb Kepros zijn topgun opgepakt. En beste, ja, die krijgen niet zomaar eronder. Dus die pakt ook nog even een kill op. Dus dat is al 10 voor ons platoon. Dus dan gaat het ineens hard. En ja, dus we zijn nu ook de bovenliggende partij. Het staat ineens 12-10. Wel moeten we nog oppassen voor Artie van de tegenpartij. En ja, dan is het de vraag op wie gaat Artie schieten. Op mij is het best. Nou, hij vond de mouse blijkbaar interessanter, dus hij schiet op mij. Maar gelukkig raakte hij me niet zo goed en deed hij slechts tussen aanhalingstekens 500 damage. Ik heb hier weer de APCR geladen. Voor de E5 en de E50M. Want ja, de base AP-pen van deze tank is niet heel geweldig. Ondertussen, ja, die E50M die schiet zowel Kepro als Best af. En ja, dus dat is oppassen geblazen. Maar mijn reload is goed genoeg van de mouse. En de E50M probeerde het nog en hij bounced. En ja, ik weet hem in 2 schoten af te maken. En Artie zou Artie niet zijn als hij zichzelf drowned. Dus ineens hebben we gewonnen. Laten we gaan kijken naar de statistieken. Ja, een behoorlijke carry van ons platoon. Met z'n drieën keurig bovenaan. En een mooie, ja, 14 kills. Of 14 kills, 12 kills. En dat is natuurlijk genoeg voor de Crucial Contribution medaille voor ons allemaal. Ik heb zelf 7000 damage zelfs. Wel de minste kills, maar wel de meeste XP. 1139 experience. Kepro heeft maar liefst 7 kills en ook bijna 5000 damage. Goed voor 1098 experience. Ja, ik zei het al, best had wat mindere game qua damage. Maar toch ook 3 kills en ja, gewoon netjes ruim 3000 damage. Dus dat is natuurlijk niet verkeerd. Maar ja, zijn positie was iets minder gunstig. En ik kon natuurlijk farmen bij het leven. Dus dat was ideaal. En ja, voor mij persoonlijk was het ook nog bijna een ace zelfs. First class. Ace halen in de mouse is tegenwoordig erg lastig. Wel natuurlijk een steelwall, want dat haal je bijna elke game wel als je overleeft. High caliber medaille, mooie crucial contribution medaille dus. En de Confederate medaille. Bedankt allemaal weer voor het kijken en tot snel.